De boeddhistische stichting Dhammakaya organiseert op 12 april en 10 mei kennismakingsavonden. Na lange tijd online aanwezigheid kan nu weer fysiek kennis worden gemaakt. We gingen nu alvast een kijkje nemen. En, ja, dat is een beetje het idee. Gewoon twee mogelijkheden om kennis te maken. Dat mensen hier kunnen komen. Gewoon vrijblijvend even een introductie van wie we zijn. Bij die kennismaking horen ook meditatietrainingen. Dat is nog een hele kunst. Ja, meditatie is vooral het leren niet doen. Dus in feite is dat heel belangrijk. Dus je leert in feite in meditatie een vorm van concentratie die heel natuurlijk is. Waarbij je dus eigenlijk zoveel mogelijk je gedachten laat, er niet op ingaat. Maar in plaats daarvan je aandacht heel zachtjes, met een hele zachte aandacht, wijd je aandacht aan een bepaald onderwerp. In onze traditie is dat het midden van je lichaam. Maar boeddhisme is natuurlijk meer dan alleen mediteren en mindfulness. Ja, dus er zijn eigenlijk drie belangrijke trainingen, als je het echt hebt over het hoe, hè, van het boeddhisme. Dat noemen we wel de drie trainingen of de drie oefeningen. De eerste is het ethisch leven. Dat is de manier waarop je oefent als mens op het basisniveau. Een ethische en verantwoordelijke manier van leven. En het tweede is het meditatieve. Dat is natuurlijk wat het meest kende in het Westen van het boeddhisme. De meditatie en de mindfulness. En dan heb je eigenlijk als hoogste goed of als hoogste onderdeel van het boeddhistisch pad is dan wijsheid. Wijsheid en inzicht. En de manier waarop je denkt. En dat is eigenlijk de drie pijlers van de boeddhistische praktijk. De boeddhistische tempel zit in de oude kerk van Afferde. Die nieuwe bestemming was misschien voor bewoners even wennen, maar toch zijn de reacties positief. Mensen zijn toch wel blij dat er in ieder geval hier nog iets mee gedaan wordt. Dat er nog een spirituele bestemming aangegeven wordt. En dat het niet een warenhuis is geworden of zo, weet je wel. Een nieuwe bestemming dus, maar toch is nog goed te zien dat de tempel eerst een kerk was. Zo heb je wel heel veel onderdelen hier die dus ja, onderdeel zijn van de christelijke kerk. En wij hebben dat bewust gedaan van, nou, dit is gewoon een onderdeel van de geschiedenis. We gaan er niet weghalen of zo. Mm-hmm. Maar aan de andere kant hebben we wel ook onze eigen dingen, dus een Boeddha-beeld neergezet en ook het leven van de Boeddha hier afgebeeld. Dus dan heb je eigenlijk een beetje zowel het verleden als het heden.